Ome Harry was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp, in het kleine café. En ze hielden van Sark en Blaak als ze samen biljarten, die twee. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor een eenzaam hart. Schuifjes en klik, balletje en tik, die ene ben jij en die andere hij. Het was steeds een sigaar en een strookie, al reisden ze niet meer zo snel. Ze keken niet eens op hun klokkie, zo gingen ze op in hun spel. Maar boven het groen van het laken, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden elkaar af te maken, maar ze konden niet buiten elkaar. Café biljart, kom aan. Café biljart, klein stukje groen voor een eenzaam hart. Schuifjes en klik, balletje en tik, die ene ben jij en die andere ben jij. Het was koud, het was eind januari. Ome Willem zat al aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Harry niet kwam. Eerst had het nog iets van een grap. Ome Willem, het was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen ken ik mijn schietbiljart in. Hij zette zijn pet op en ging. Kom aan, Johnny. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor een eenzaam hart. Schuifjes en klik, balletje en tik, die ene ben jij en die andere ben jij.